Hey, goedemorgen. Hey, Dick. Kraaien. Wat ben je aan het doen? Zet dat ding even uit. Ik ben aan het werk op Cero Fortuna. En wat ben je aan het doen? Ik ben een kunstproject bezig aan het maken. En het is opgestarte Celicor. Het heet Sushi Busters. En hoe heet dat? Sushi Busters. Uh-huh. En Sushi Buster staat voor een soort awareness voor mensen op het eiland. Uh-huh. Hoe het met onze natuur eigenlijk gaat. En het wordt een soort van uitgebracht door kunstenaars, waaronder Gerk Marchina. En ik doe deze muur. Ik ben gevraagd of ik met een idee kon komen. Door wie ben je gevraagd? Door Sushi Buster, door Celicor. En of ik ook een plek had waar ik mijn werk zou willen doen. En ik zei van nou, als ik mijn werk wil doen, wil ik het liefst doen bij de mensen die het meest nodig hebben. En dat zijn de achterstandswijken. Hebben die kunst nodig? Ja, die hebben kunst nodig. Leg eens uit. En omdat kunst een bepaalde vrijheid geeft. Kunst is een verruiming, kunst is een boodschap. En kunst is eigenlijk een tool wat we allemaal in ons hebben. Maar niet overal eruit kan komen bij iedereen. Dus het is voor mij dan ja, best wel een verantwoordelijke taak om kunst te brengen naar plekken die het nodig hebben. Ja. En dit is ook nog kunst gemaakt van vuil, van plastic wat we langs de noordkant hebben opgeraapt met de kinderen zelf. Dus dit komt van deze vis hier is helemaal van vlakte San Pedro. Oké. Okay. Oftewel bekend als Plastic Bay. En ja, ik vind het best wel heftig wat daar gebeurt. Want het is niet alleen vuil van Curaçao, het is vuil van de hele wereld eigenlijk. Het is iedereen die gewoon zijn rotzooi in de zee gooit en de stroming neemt het mee. En het een en ander komt hier aan. Ik bedoel, Curaçao gaat al niet netjes om met zijn natuur en zijn kust. Maar en dit nog erbij, ik denk dat we dan wel echt een groot probleem hebben. En daarom is dit werk heel belangrijk voor mij. Ik vind het ook dan belangrijk om het aan kinderen te geven, om het kinderen te maken. Dit is allemaal mede door kinderen gemaakt. Ze hebben zelf dat vuil zelf van. En welke kinderen zijn dat? Het zijn kinderen van deze Centro di Barrio Papaya. En die zitten op vakantieplan. En ik ben gevraagd of ik met de kinderen wil werken. Ik zeg ik wil het wel doen, maar ik wil ook werken met kinderen die kunnen zwemmen. Omdat ik ze ook nog een surfles erbij wil geven. Zodat ze eigenlijk helemaal het pakketje helemaal rond hebben. Dat ze ook nog in het water gaan, de joy van het water kunnen voelen. De rotzooi meenemen. Iets functioneels ermee maken. Het is heel triest als je ernaar kijkt eigenlijk wat het is, maar op een andere manier maakt het je weer vrolijk als ik naar de mensen kijk die hier voorbij rijden de hele dag en toeteren en hun duim opsteken, weet je. Het idee van de muur is dat ze het als percussie-instrument kunnen gebruiken, dus daar ben ik nu nog mee bezig. Hoe dus bedoel je dat? Dat je twee stokjes hebt en kunst of is dit politiek? Het is kunst, maar het probleem is politiek. Ik vind als jouw beleid dusdanig is en zo goed is verdeeld, dan heb je hier eigenlijk geen last van. Ik kan me niet voorstellen dat je mensen hiervoor niet kan opleiden en kan begeleiden. Om? De zaak te onderhouden, het eiland te onderhouden. Oké, morgen geopend. Morgen geopend, de hele ochtend. Ik dacht van 8 tot 12. We hebben de kinderperformance hier. En het volk is uitgenodigd om naar Cero Fortuna te komen. Ik denk dat een hoop mensen zullen zeggen van joh. Maar je ziet het is, ik vind het een heerlijke wijk. En wat het nodig heeft is aandacht. Oké, okay, en dus, het is vanaf de weg omhoog naar Cero Fortuna Arriba. En dan als we rechtdoor tot je dit mooie. Ja, dat je bij het Centro di Barrio van Cero Fortuna komt. En iedereen is welkom, dus ministers, be there.